Goedemorgen, u kijkt naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. We beginnen met de satellietfoto en daarop zien we veel wolkenvelden, maar ook een paar flinke opklaringen. De wolken trekken langzaam van noord naar zuid en dat betekent dat de zon vanuit het noorden op steeds meer plaatsen terrein gaat winnen, maar in het zuidoosten schijnt nu de zon ook al, denk dat het daar vrij zonnig blijft. Vanmiddag dus een mix van zon- en wolkenvelden, waarbij de zon steeds vaker de overhand krijgt. Daardoor kan de temperatuur aardig oplopen, het wordt zo'n 17 tot 20 graden. Blijft overal droog en aan zee waait een matige westenwind 3 tot 4 voor. Vanavond ook rustige omstandigheden, droog en een geregeld zon tot zonsondergang, Temperaturen halverwege de avond 16 graden. Die 16 graden van vanavond is morgen op veel plaatsen de maximumtemperatuur. Trekt dan een zwakke storing van noord naar zuid die levert wat lichte regen op. In de regen 13 graden en voor en na de storing schijnt de zon en dan kan het kwik wat hoger uitkomen. Zondag wordt een fraaie dag met veel zonneschijn en een paar wolkjes, blijft droog en er staat weinig wind. Temperaturen lopen lekker op, alleen langs de noordkust is het wat frisser. Maandag en dinsdag moeten we weer rekening houden met enkele buien, dan is het hooguit 15 graden. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.